Zeg papa, het sneeuwt. Dat is allemaal op die zetels, hè. Ik kust dat allemaal maar op. Dat is hier een zeepsop. Allee, spuit dat maar allemaal proper. Victor Vlogt is terug en we gaan door tot het einde van het jaar. Elke maandag, woensdag en zaterdag komt er om 11 uur een nieuwe vlog online op 4.be. En mijn huisgenoten die zijn er ook heel erg blij mee. Is het niet waar, boy? Ik ben er niet. We zijn natuurlijk december en wat vindt er in december plaats? Kerstmis. Bij kerstmis hoort eigenlijk ook een soort sfeer die je de rest van het jaar... hier tegen de kijkers. Nee, ik ben even aan het uitleggen dat ik het huis waar kan versieren. Ja. Geen rommel, hè? Nee, maar ik heb iets stof besteld. Geen paniek. Paniek? Beweeg niet. Wacht. Ik doe dat persoonlijk zo. Oh, dat is paniek. Nee, maar ik heb iets besteld. Zeg nu niet direct ook niet doen. Ik zeg niks. Je zegt geen paniek. Je zegt alles wat ik moet gaan doen. Maar ik moet zelf nog even experimenteren, want ik weet niet goed of dat ik hier ga passen. Het is hier allemaal juist gekust, hè. Ja, maar het is niet vuil. Het is heel proper. Wat ik dus besteld heb, en dat is vandaag aangekomen, is iets om naast de kerstboom te zetten. Ik denk dat dat heel tof gaat zijn. Het is een decoratieve pop. Ja, er is wel plaats, maar we moeten dat nog in de vries steken. Ja, dat brengt het daar. Ja, stop ik het er gewoon in of wat? Ja. 3. Ja, pas op, staat er wel. 2, 1. Is er iets aan het gebeuren? Ja, zie. Blaas die maar op. Ja. Ja, zie. Hé, hey, dat is wel echt tof, hè? Oh, nee. Ja, pas op, ja. Papa, moet eens komen kijken. Maar je ogen toehouden. Ja, dan kan ik niet komen kijken. Ik weet het, maar nog niet. Want je moet ervoor staan. Dat is tof. Dat is een verrassing. Ja, maar ik ben nu om te begeleiden, hè. Ja, dat is juist wat mijn angst is. Ik kan toch nergens tegenlopen met mijn knieën. Nee, ja. Ik heb niet al zieke knieën. En nog een beetje? Ja. 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 En dan moet de hele tijd die motor blijven aanstaan of wat? Tof, hè? Ja, ik denk het. Ja, als je dat buiten, hè? Nee. Jawel. Nee. Buiten en binnen. Ja. Goed. Maar voorlopig is het wel tof om hem binnen te zetten. Heel, heel tof. Ik heb nog iets besteld. Dat is ook vandaag aankomen. Maar dat gaat hem niet geloven. Waar hoopte elk jaar op een kerstmis? Een witte kerst. Een witte kerst. Hoe vaak is dat al geweest? Nee, je hebt toch niet zoiets dat je moet strooien? Nee, Marie. Geen sneeuw om te strooien. Ik heb dit. Stop. Dat is... Je hoort zat. Je gaat dat echt niet leuk vinden. Wie? Papa. Waarom niet? Doen. Nee, maar binnen niet, hè. Dat is schuim, hè. Dat is verbaten. Ja, hij zit daar wel op de stier. Ja. Ja, pas op. Allee. Kom maar, Sally. Nu is hier nog hier 7000 hectare. Dan moeten die hier... Lastig. We zullen hier een keer spuiten onder het afdak, hè? Ja. Maar wacht, hoe moet dat? In de vries. Zo. Ik word er heel zenuwachtig van, hè. Ik krijg dat ding er niet. Maar je moet dat wel... Nee. Hoe wild zijn jij nu ook weer? Ik ben niet van de feeling. Ik ben meer van de kracht. Ah, voilà. Het gaat niet, hè. Ah. Ja, voilà. Toch wel. Hier is de aanklop. Ja. Het staat aan. Er gebeurt nog niet zoveel. Ja. Ah, nee. Ja, dat zit er gewoon niet in. Het zat er niet. Kijk, hè. Waarom kan dat nu niet gewoon? Nee, kom. Ander prins. Ja! Pas op, hè. Ja. Ja. Wat dacht je? Als ik het met wat meer schwung doe, ga ik het misschien werken. Only use adults. Well, we zijn adult. Ready to snow. Dan zou je toch denken, let's go. Mag ik eens proberen? Ja. Ik heb hier een manual gevonden. Ah ja. Ik krijg hem niet open. Hier, de timer is wel aan het timen. Ja, ja. Binnen 39 seconden. Kan het beginnen of wat? Denk het, ja. Maar hier zit u klaar, hè. Dat je niet zomaar... Ja, niet op mij richten, hè. Ja, ik richtte en jij ging daar staan.
Hoe lang nog? 15 seconden. 8, 7. 6, 5, 4. Ja, allez, doe het open. Ja. Wauw. Hey, dat is echt tof, hè? Ziet dat. Leo, leuk, hè? Ja! Wat op de bomen! Ja, maar Marie, dat is de bedoeling, hè? Ah, we moeten even een kerst maken. Allee, mag ik iets spuiten? Ja, Marie, pas op. Ja. Leuk, hè, Marcel? Hey, papa, het sneeuwt. Dat is allemaal op die zetels, hè. Kus dat allemaal maar op. Dat is hier een zeepsop. Allee, spuit dat maar allemaal proper. Zie hier en hier. Ja, maar dat is proper, hè? Dat is zeepsop. Nee, allee. Ruikt. Maar kom er niet eens mee spelen. Nee. Maar allee, zeg, ik doe dat hier wel voor heel de familie, hè. Hier, zie. Dat is toch ongelooflijk, papa, zie. Wat is Nijon? Allee. Zie dat? Allee, niet op de dingen. Allee, dat is allemaal niet goed voor die planten. Jawel, dat kan allemaal geen kwaad. Maar dus, het is dus de bedoeling dat we dus, ja, op die manier toch een witte kerst kunnen beleven. Marcelletje. Ik vind dat dus echt tof, hè. Ellen! Ellen! Leuk, hè? Oh, jullie zijn zo mooi! Ellen, hoe leuk is deze? Kijk! Ja, maar maakt dat lekker of niet? Dat weten we niet. Is dat leuk, hè, vrienden? Ja. Ik vind dat je jou een beetje lachen zo. Ik ben blij dat Ellen enthousiast is. Ellen is heel enthousiast. Voilà, de familie Vruls is helemaal klaar voor een witte en spetterende kerst. In de komende vlogs gaan we natuurlijk nog veel meer dolle kerstavonturen beleven. Dus ik hoop dat we jullie heel snel terugzien voor de volgende Victor-vlog. Bye-bye. Bye.